Over tijd is staatsolie ook in de energieopwekking gaan zitten. En toen kwam SPCS. SPCS levert energie aan EBS. Daar moet EBS SPCS voor betalen. Gebeurt niet. Staatsolie levert diesel of brandstof aan EBS. Wordt ook niet betaald. Afobaka-waterkrachtcentrale hebben we nu. Levert ook energie in het net van EBS. Ook een rekening voor. Al deze drie rekeningen staan open. Jaren. Miljoenen. Als het geen miljarden is. Dit moet opgelost worden. Want anders, wat er gebeurt in de tussentijd ook af en toe, de regering betaalt namens EBS staatsolie, heeft geen cash, dus verrekent met dividend. Je krijgt een rare situatie, en het is vaker ook hier gezegd, dacht ik, dat hierdoor onder andere staatsolie in een cashflow-probleem komt te zitten. Dat ene grote bedrijf waar we al onze hoop en toekomst op hebben gevestigd. Nou goed, die situatie is wat het is. Het is jaren over jaren heeft het zo doorgemodderd. Dit gaat opgelost moeten worden en moet getekend worden naar nieuwe energietarieven. Terug naar de essentie van mijn verhaal. Wie moet dat oplossen? EBS met staatsolie moet gaan onderhandelen en aan tafel zitten. Wie doet dat? De leden van de directie, eventueel de RVC. Wie zitten in die RVC's? Aan de ene kant bij staatsolie, meneer Leo Brunswijk. En bij de EBS, ook meneer Leo Brunswijk. Dus welke kant gaat hij kiezen? Gaat hij hard met zijn vuistjes op tafel slaan als staatsolieboord? En zeggen, ik eis mijn geld op, want anders gaat mijn te onder. Of gaat hij pleiten voor een afkoopmaatregel aan de zijde van de EBS? Want het land moet voorzien worden van energie. Zien we de conflict of interest nu? En dan heb ik het nog niet eens over waar de VP erin komt. Want de VP is zijn broer. Dit is een gigantisch probleem. En dit is één voorbeeld van velen. Ik heb gekeken naar die lijst, van namen. Lughavenbeheer, SLM. Als je goed gaat kijken en je de lijntjes connect... en je weet wie de spelers zijn op de verschillende markten. het zou te ver voeren om dat vandaag te behandelen, allemaal. dan zie je dat er een gigantisch conflict of interest is. De grootste concessionaris. Van de faciliteiten in de luchthaven. En dat zijn grote cashcodes voor een luchthaven: billboards, um, concessiestands, ruimte voor winkeltjes. Die zit daar in de board. Hoe kan dat? Een van de grote inkomstenbronnen van een luchthaven is het verhuren van terreinen. En de grootste stakeholder zit daar aan tafel. Dus wanneer er daar beleid gemaakt moet gaan worden, heeft hij een vinger in de pap. En de eerste keus voor de beste stand waar alle passagiers langs lopen, waar alle passagiers wachten: belangenverstrengeling.